bijeenkomst op 4 mei op het Herhartkerkhof heeft dit jaar wel een hele bijzondere betekenis. Omdat daar naast de ering van de gevallenen en de overledenen ook nog een heel speciale aandacht wordt besteed aan het overlijden van de vliegenier Daniel Nazareth, die in Boksel is neergestort en op het Herhartkerkhof is begraven. En op de plek waar hij destijds begraven is, is nu een monument opgericht. Het monument is opgericht voor de onbekende gevallenen die voor onze vrijheid zijn gevallen. En het is ter nagedachtenis van Daniel Nazareth, die hier in Boksel is neergestort met zijn vliegtuig. Nou zit daar in dit verhaal, is het nog bijzonder dat er ook een familielid van hem aanwezig zal zijn. Kun je dat eens toelichten? Ja, ik heb destijds meegemaakt dat dat vliegtuig is neergestort en dat dagen daarna die piloot is begraven op het Herhartkerkhof. Dat was dan bij kapelaan van de Rijt, koster Karel van de Braak en ik als misdienaar. En dat is dus 73 jaar geleden nu. En door bijzondere omstandigheden is men in Amerika te weten gekomen dat ik daar dus bij was. En zodoende is er een relatie ontstaan tussen mij en die mensen in Amerika. En toen ik hun vertelde van het feit dat er een monument werd opgericht hier in Boksel op het kerkhof, toen heeft die zoon van de zus van die vlieger besloten om daarbij aanwezig te zijn. En hij komt naar Boksel om inderdaad bij die onthulling van dat gedenk van dat monument aanwezig te zijn. Is op dat kerkhof van het Heilig Hart, is daar nog steeds het graf van die Daniel Nazareth of is dat op een andere plaats? Nee, dat graf van Daniel Nazareth is door de Duitsers weggehaald en begraven op een kerkhof in West. En na de oorlog in 1946 is dat lichaam van Daniel Nazareth gebracht naar Margrathe en toen ook geïdentificeerd. En pas toen wisten de familieleden in Amerika dat hij dus was gevonden. Voordien wisten ze niet of hij was overleden of vermist was, hoe dan ook. Je hebt verteld dat jij bij de begrafenis van Daniel aanwezig bent geweest. Kun je eens vertellen wat er toen gebeurd is, de omstandigheden? Ja, het was dus zo dat ik 's morgens, zoals meestal, de mis diende in de Heilige Hartkerk. En dat me toen gevraagd werd om 's middags naar de kerk te komen. En zonder dat ze dus erbij vertelden wat er zou gaan gebeuren. En ik heb dat natuurlijk gedaan en omstreeks 3:30 zo in de middag werd het me duidelijk dat het ging om de begrafenis van die vliegenier. Er was de overblijfselen van deze vliegenier waren bijeen gebracht door mensen uit de buurt van de plek waar hij was neergestort. En waarschijnlijk heeft de timmerman Gracht Boons het kistje gemaakt waarin hij dus op het kerkhof ter aarde is besteld. Waarbij dus aanwezig waren kapelaan van de Rijt en koster van de Braak en ik als misdienaar. Hoe ik met de familie in contact ben gekomen, dat is toch een bijzondere manier geweest. Ik las in een verslag van het BHIC, het Brabants Historisch Informatiecentrum, een verhaal over neergestorte vliegtuigen in Brabant en ook in Boksel. En ik kwam tegen het verhaal van
Daniel Nazareth op 22 februari 1944. Ik denk, verdorie, daar ben ik bij geweest. En niet alleen dat ik gezien heb waar hij is neergestort, maar ik ben bij de begrafenis van die man geweest. En dat is toch wel eigenlijk heel bijzonder. Ik dacht, ik moet dat als aanvulling op dat bericht van het BHIC erbij schrijven. Dat heb ik gedaan, dat kan dus. Hè. Je kunt daar een toelichting op geven en bijschrijven. En dat kwam weer terecht bij Mike van Venrooy, die bezig is en was met het onderzoek naar neergestorte vliegtuigen in Brabant. En via deze Mike van Venrooy, die contact had met de familie van de vliegenier in Amerika, kwam deze familie aan mijn naam en uiteindelijk aan mijn e-mailadres. En zo zijn we dus aan corresponderen gegaan. En deze mensen waren verschrikkelijk blij dat ze nu details wisten over de begrafenis van hun familielid. En daar zijn ze heel, heel erg blij mee geweest. Zodoende is dat contact met deze mensen ontstaan en heb ik ook het verhaal over het monument aan hen kenbaar gemaakt, waardoor deze man Joe Porecka, een oomzegger van Daniel Nazareth, nu naar Bochten komt om aanwezig te zijn bij de onthulling van het monument. Er is een tijdje geleden iets bijzonders gebeurd. Jij hebt van de, ik denk van hem, hè, van die meneer Porecka, heb jij een dvd ontvangen. Ja. En daar stond iets bijzonders op. Ja, dat was heel bijzonder voor mij om daar kennis van te nemen. Deze mevrouw Louise Nazareth van haar eigen naam, getrouwd met Porecka. Die had dit verhaal opgeschreven en heeft een lezingje gehouden op een Memorial Day in Amerika. En heeft ze het verhaal over haar broer en hoe dat hier in Bochten gebeurd is, heeft ze verteld. En dan zegt ze dat ze heel erg blij was dat de Bochtense mensen zo bewonderenswaardig goed met deze overleden broer zijn omgegaan. En toen ik haar ook vertelde dat iedere keer als ik langs het kerkhof kom of langs de plek waar hij is neergestort, even stilsta en denk, verdorie, hier ligt hij en daar is hij neergestort, hier lag hij en daar is hij neergestort. Ik moet dan altijd even stilstaan en denken, verdorie, hij heeft toch maar, zeg maar, ons helpen bevrijden. En dat vertelt zij dan in die lezing die zij gegeven heeft in Amerika en die op een dvd is gezet. En waarover ik beschik, ja.
Dames en heren, mag ik u vragen 2 minuten stilte in acht te nemen? Namens de oorlogsveteranen mag ik jou vragen op de dag. Burgemeester, ik geef u graag het woord. Dank u. Dames en heren, vandaag nationale doodherdenking en ook de herdenking hier in Boksel. Waarbij we alle gevallen uit de Tweede Wereldoorlog herdenken. Collega's van jullie, veteranen, die jullie verloren hebben in de strijd voor vrijheid ergens anders. Bijzonder moment. Een bijzonder moment omdat vrijheid niet vanzelf komt en vaak flink bevochten moet worden. Zou broederschap ertoe moeten leiden dat we delen met elkaar? En dat delen met elkaar, dat valt op dit moment voor ons allemaal nog niet mee. Delen zouden we wel moeten doen om ervoor te zorgen dat wat we nu zien, mensen door middel van klimaat, verschrikkelijke klimaatzaken die er op dit moment ontstaan, gaan vluchten, op de vlucht moeten, omdat wij ons hier, wat dat betreft, niet zo mooi gedragen hebben. Of dat wij de welvaart geëxporteerd hebben hier naartoe. Dat zijn zaken waar we heel goed bij na moeten denken. Dus dat delen, dat zouden we veel en veel meer moeten doen om met elkaar ook oorlog te voorkomen. De strijd tussen wij en zij. En misschien dat we dan komen met elkaar in een tijd van vrede, waar het is zij aan zij. Bedankt.
bijzonder moment hier, omdat we vandaag nog een monument gaan onthullen. Een monument voor Daniel D. Nesbitt. En Daniel is een gevechtspiloot, tweede luitenant, die hier in Boksel is neergestort bij Tongeren. En in eerste instantie hier is begraven bij de Heilig Hartkerk. Vandaag is zijn neef, a warm welcome to you, Mr. Parekka. Thank you, sir. You are the nephew of Daniel B. Nesbitt. Yes. And here you are for the memorial and to open the monument today. Sabila, ik zou graag even het woord geven om er iets meer over te vertellen. Als kleine jongen wilde Daniel al gevechtspiloot worden. Maar op 9-jarige leeftijd kreeg hij polio. Zijn moeder liep een bedevaart van Chickawaga naar Our Lady Help of Christian Chapel. En onderweg vroeg zij hulp voor haar zoon Daniel. 'S Avonds komt haar man Joseph laat thuis met de naam van de chiropractor. Zo droeg Joseph zijn zoon Daniel vele malen de trap op naar de chiropractor. Daniel herstelde en genas wonderwel en werd piloot. Hij meldt zich aan bij de Army Air Forces en tijdens zijn 15e missie in zijn Thunderbolt wordt hij geraakt hier boven Boksel en stort neer. Daniel wordt vermist. De priester van de gemeente gaat naar Washington DC en vraagt of Nazareth achterhaald kan worden hier in Europa. In de ziekenhuizen. Als je realiseert, Daniel, 22 februari 1944 hier neergestort, krijgen zijn ouders in december 1946 bericht dat hun zoon is gevallen in de strijd. Nu, 4 mei 2017, krijgt Daniel B. Nesbitt en de onbekende strijders gevallen te Boksel tijdens de Tweede Wereldoorlog eindelijk rust. Amen. En nou mag het monument wel onthuld worden? Ik zou zeggen, ja, met z'n drieën. Sabila, hoe is eigenlijk voor jou het idee ontstaan om vandaag dit monument te onthullen? Dat is begonnen een jaar geleden. Ik heb veel wakker gelegen in de nacht van 3 op 4 mei. En iets zei van, of in ieder geval van, we missen hier iets. Een gedenksteen. Het gevoel was één soldaat of één piloot. Ik heb geen idee. Ik wist het gewoon niet. En ben navraag gaan doen. Ik heb daar op 4 mei hier al aan mensen na de gedenking al dingen nagevraagd. Ben in contact gekomen met Herman van Wanrooy op de gemeente. En het voorstel gedaan, dus om een monument op te richten voor de onbekende soldaat. En uiteindelijk doordat Herman van Wanrooy links en rechts zijn oor te luisteren heeft gelegd, bleek dus dat die Daniel B. Nesbitt, die dus aan Tongeren is neergestort destijds, dat hij dus eigenlijk hier geen gedenksteen heeft en hier toch als eerste begraven is. Ja, en waar blijft je ziel of waar is het eigenlijk dan de wezenlijke plek? Maar in ieder geval, kijk, hij heeft in Boksel neergestort. Dus Boksel mag hem ook nooit vergeten. En dat is misschien ook wel de insteek geweest dat deze gedenksteen er gewoon moest komen. Voor 3 mei vorig jaar was het dat ik wel altijd me heel erg bezig hield met de oorlogsgraven hier achter u van de 6 andere piloten. Ik heb daar veel schoongemaakt, gebeden. Ik ben daar vaak ook heel emotioneel geweest. Dus misschien heeft me dat wel ontvankelijk gemaakt van zo, dat ze van boven mij
toch aan mijn jas trekken van, ga er maar eens werk van maken, want het wordt gewoon tijd. Nou, bij deze. Dus ik ben eigenlijk ook heel dankbaar om op deze manier eigenlijk een taak toebedeeld te krijgen. En ik ben heel dankbaar dat het gewoon gelukt is. En ja, het heeft me van binnen heel rijk gemaakt. Dus ik ben zelf eigenlijk ontzettend dankbaar dat ik dat gewoon zo op mogen doen. Dat is mijn verhaal. Dankjewel. How is it for you that we here have a big ceremony for your uncle and for your mother, Louise? Oh, it's beautiful. My mother is profoundly grateful for the... excuse me. For the memories, for the respectful burial that my uncle got here. And also that people here still remember him. So it's a beautiful thing. On behalf of my mother, Daniel's sister, on behalf of all of Daniel's nieces and nephews, I thank the people of Boxtel, people of Margraten, the Netherlands. Thank you. Did you expect it that there are so many people remember all what they did? No. I knew there were some. I am surprised at the number of people who are at this ceremony. And of course, the tribute that is being paid to all of the people, I think, extends to all of the victims of World War II. So based on behalf, if I may, on behalf of all of the families of the victims of World War II, I thank you all. Do you like the memorial stone? Yes. Thank you. Hoe is dit nou voor u dat deze steen door Sibylla neergezet ter nagedachtenis van Daniel? Het is verwonderlijk dat na zeg maar 71 jaar deze stukjes allemaal samenvallen en dat na zoveel jaar eindelijk recht wordt gedaan aan alle mensen eigenlijk die gestreden hebben voor onze vrijheid. En dat dan zo'n jongen geëerd wordt hier, dat is prachtig. Ik heb al vaker gedacht dat op al die plekken waar iemand is neergestort voor ons, een klein gedachtenisplaatje zou moeten komen om ook voor die jongens zeg maar de gedachtenis levendig te houden. Dat zou heel fijn zijn. Maar ik ben verschrikkelijk blij dat dit uiteindelijk gebeurd is. En voor mij betekent dat een heel bijzonder moment dat dit heeft kunnen plaatsvinden dankzij Sibylla. Geweldig. Ja.